Hi, mijn naam is Julianne de Leeuwen van het onderzoeksprogramma-team van de Hogeschool Rotterdam. Welkom bij dit informatiefilmpje. In dit filmpje neem ik je mee in het portfolio. Want wat moet er nou precies allemaal in? Hoe zit het? Voor de uitwerking van je portfolio heb je de volgende twee documenten nodig. Het eindassessment honors instructie samenstellen portfolio en het format portfolio eindassessment honors. Dat format dat geeft je houvast voor het maken van je portfolio. Het helpt je om die gegevens aan te leveren waardoor de assessoren zich een beeld kunnen vormen van waarop jij je ontwikkeld hebt. En daarnaast geeft het ook jezelf een duidelijk beeld. Waar sta ik nou als beginnend excellent professional? Check wel even of je het goede jaar hebt van de documenten. En dan, wat neem je nou op in je portfolio? Je begint met je persoonlijke gegevens. Zo weten wij dat het ook echt jouw portfolio is. Dan vul je in je afrondende evaluatie en je professionele positionering. Lees voor die punten echt even goed het formatbestand door. Daar staat precies in wat de bedoeling is. Dan gaan we door met de competenties. Per competentie voeg je feedback in van een collega-student, van een docent en van een externe of iemand die jou in de praktijk bezig heeft gezien. Je werkt maximaal 2 beroepskritische situaties uit volgens het STAR-model. Dan beoordeel je jezelf en vervolgens voeg je je bewijsmateriaal in. Dat doe je dus per competentie. Als laatste voeg je in de bijlage een actuele cijferlijst in uit OSIRIS. Nog even iets meer informatie over de feedbackformulieren. Zoals gezegd, per competentie neem je dus 3 feedbackformulieren op. Eentje ingevuld door je collega-student, eentje ingevuld door iemand die je in de praktijk bezig heeft gezien en eentje door een HP-begeleider. Let er wel op dat je dus goed bedenkt wie jij vraagt om je feedback te geven. Dit zijn in totaal 3 personen, dus je laat hen over alle competenties feedback inleveren. Daarbij is het handig als je zorgt dat zij ook allemaal beschikken over het gehele competentieprofiel. Dan weten ze zich goed een beeld te vormen. Na de feedback werk je per competentie maximaal 2 beroepskritische situaties uit. In het plaatje hieronder kan je goed zien hoe dat moet. Vervolgens beoordeel je ook jezelf op de competentie en beschrijf je welk gedrag jij laat zien bij die competentie. Voeg bewijsmateriaal toe en leg ook in een paar zinnen uit waarom je nou precies dit bewijsmateriaal hier inzet. Ben je klaar? Super! Laat je portfolio dan even screenen door je begeleider. Je begeleider zal geen oordeel vellen over of het een heel goed portfolio is of een wat minder portfolio. De begeleider zal alleen even kijken naar of alles wat erin moet zitten ook daadwerkelijk in je portfolio zit. Dus je persoonlijke gegevens, je afrondende evaluatie, je professionele positionering, of je alle competenties goed uitgewerkt hebt en natuurlijk ook of je een actuele cijferlijst hebt bijgevoegd. Dan nog even een paar tips. Gebruik het format. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het gaat je echt helpen. Net als begin op tijd. Want om alles in die laatste uurtjes te doen, dat is behoorlijk heftig. Zorg ook dat je je feedback op tijd uitzet. Mensen hebben echt even tijd nodig om erover na te denken, het goed in te vullen en ook weer terug te sturen. Zorg ook dat je van tevoren even afspraken maakt over de screening van je portfolio, zodat je HP-begeleider ook weet, hey, er komt weer een portfolio aan. En let op de inlevertermijn. Als je eindassessment eenmaal gepland staat, zorg dan dat je portfolio 10 werkdagen van tevoren aanwezig is bij de assessoren en een cc'tje naar het HP-team. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit filmpje over het portfolio? Stuur dan even een mail naar hpteam@hr.nl. En ik raad je ook echt aan om onze andere filmpjes alvast even te checken. Rest mij nog één ding te zeggen. Heel veel succes bij het maken van je portfolio en ik hoop je te zien op het eindassessment.